vooral om uitgestelde consulten, maar ook om opgeschorte operaties en behandelingen. Dat blijkt uit een enquête van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties onder 5300 patiënten. Mevrouw Dingemans, u bent van de Patiëntenfederatie. Kijkend naar die peiling, welke verhalen hoort u? Veel bezorgdheid. Veel zorgen enerzijds om het coronacrisis te krijgen. Dat mensen zeggen, ik met mijn conditie, ik maak geen kans tegen het virus. Ik maak geen kans om op de IC te komen. Ik maak geen kans om de IC te overleven. Daar zijn heel veel zorgen bij mensen. En anderzijds veel zorgen dat ze suboptimaal behandeld worden. Ja, dus dat ze niet de behandeling krijgen die ze op dat moment nodig hebben. Ja. Ja. Zijn die zorgen terecht? Hoeveel behandelingen worden er daadwerkelijk uitgesteld? Nou, we hebben een peiling gehouden eigenlijk in de acute fase van de crisis. Wat we daar zagen is dat gelukkig het gros van de oncologische zorg is doorgegaan. Daar zijn veel inspanningen voor geleverd. En vooral in de immunotherapieën, chemotherapieën, dat zijn de belangrijkste behandelingen die zijn uitgesteld. Ja, Chantal, jij bent een van die patiënten waarbij een immuuntherapie is uitgesteld. Je hebt uitgescheiden huidkanker en die immuuntherapie die je nodig had, die ging dus niet door. Welke impact heeft dat op jou? Ja, eerst wel angst. Angst van, jemig, straks krijg ik toch kanker terug. En hoe lang worden die behandelingen uitgesteld? Ja, dat was de eerste angst die je dan hebt. En kon die angst direct worden weggenomen dan door jouw behandelend arts of degene bij wie jij onder behandeling staat? Ja, ik heb wel een goed gesprek gehad. En die kon mij wel geruststellen dat de eerste 6 weken die behandeling, de werking daarvan, nog doorgaat in het lichaam. Ja, en nu is hij dus weer opnieuw dan gepland. Maar dan de zorg die je hoort ook van ik ben heel bang omdat ik kwetsbaar ben om corona te krijgen. Herken jij die zorg? Ja. En hoe uitziet dat? Nou, ik ben wel heel voorzichtig. En ik kan me ook nog wel een beetje irriteren aan de mensen die dus buiten dus niet die 1,5 meter maatregel in acht nemen. En je ziet ook niet aan mij dat ik bij de risicogroep hoor. En dat vind ik nog wel heel moeilijk om te accepteren. Ja. En dan dat die immuuntherapie toch weer nu hervat wordt. Ben je daar dan blij om? Of is het ook een dubbel gevoel met je misschien dus juist voor die angst voor corona ook bang bent om in het ziekenhuis te komen of iets? Nou ja, ik heb ook met het AVL, ik loop bij het AVL, heb ik dus de afspraak kunnen maken dat ik zo min mogelijk in het AVL ben, zo min mogelijk contact tijdenpunten. Dus ik ga zo min mogelijk daar naartoe en dan eerst alleen bloed prikken en dan 's middags pas de immuuntherapie. Ja. Normaal heb je daar tussendoor nog een gesprek met de arts en die doe ik dan thuis telefonisch. Hoe kunnen jullie van de patiëntenorganisatie, hoe kunnen jullie hen helpen met die onzekerheden en die vragen waarmee alle verschillende patiënten zitten? Nou, een deel van de zorgen blijken gelukkig niet terecht. Dus daar werken we samen met de artsen aan om te zorgen voor goede patiënteninformatie. Dat hebben we de afgelopen weken ook veelvuldig gedaan. En wij denken zelf, de grootste uitdaging gaat nog komen. Hoe gaan we de komende tijd organiseren? En daar werken we hard. En daar drukken we ook wel op de landelijke partijen. Van jongens, we moeten zorgen voor veilige zorg voor mensen met kanker. En zorgen dat er ook voldoende capaciteit blijft voor mensen met kanker. Meneer Woest, patiënten zoals Chantal die worden nu veel minder intensief behandeld. Wat voor gevolgen heeft dat voor die patiënten? Ja, voor patiënten is dit een hele ingewikkelde tijd. En zeker voor patiënten met kanker. Want je hebt de emotie van je ziekte. De angst om dood te gaan aan je kanker. En dan heb je ook nog zoiets als COVID, wat een soort onzichtbare vijand is. Ja. En dan word je behandeld en dan moeten de keuzes gemaakt worden. Wat is nou het beste? En dat moet ook nog een keer in een hele korte tijd. Zodat er heel weinig tijd is om iedereen uitgebreid uit te leggen van hoe en wat. In dit specifieke geval wordt er elke keer de afweging gemaakt van wat is het risico dat iemand naar het ziekenhuis komt, weer extra contacten heeft of eventueel bijwerkingen kan krijgen voor een behandeling. En dat afzetten tegen het risico om COVID te krijgen. Ja. In dit specifieke geval wordt daar heel nadrukkelijk een afweging gemaakt dat het veilig is. Dat we best één keer een behandeling en misschien zelfs wel 2 keer een behandeling kunnen overslaan. Met uiteindelijk dezelfde uitkomst. En voor andere behandelingen laat dus je is gewoon eigenlijk een meevaller. Het is eigenlijk een meevaller, want wat je ziet is dat in deze bijzondere tijd we zijn binnen de oncologie altijd gewend om elke keer meer te doen. Ja. En in deze bijzondere tijd proberen we ook te kijken wat kunnen we nou minder doen, terwijl we toch hetzelfde resultaat blijven behalen. Maar dan werkt u natuurlijk bij het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, dus gespecialiseerd kankerziekenhuis. Hoe zit het bij andere ziekenhuizen? Kunnen ze daar ook garanderen dat de patiënten die, waarvoor het veilig is, dat die zeg maar alleen die groep de behandeling krijgt en de rest dus veilig kan worden uitgesteld?
Ja, ik denk dat de oncologische zorg in Nederland eigenlijk best heel goed doorgelopen is. En natuurlijk is de wereld anders geworden. De persoonlijke gesprekken die nu gaan via videoconsulting. Mensen die buiten het ziekenhuis houden. De angst die erbij komen. Maar ik denk dat in principe de kwaliteit van de oncologische zorg best goed doorgelopen is. Maar er zijn natuurlijk heel veel dingen die we nog niet weten. En dat we gewoon uit veiligheidsoverwegingen bepaalde keuzes maken. Want even, u had het net over het risico, hè, voor kankerpatiënten. Het verhoogde, naar wij vermoeden, risico om corona te krijgen. U heeft daar een artikel over geschreven in een medisch tijdschrift. Wat was daar de conclusie van? Ja, dus een van de belangrijkste dingen is dat we ook patiënten, zoals mevrouw, vragen gaan stellen. Waarom zijn keuzes gemaakt? En we hebben in Europa 7 topkankercentra verenigd in Cancer Core Europe. En we hebben gezegd, laten we nou zorgen dat van al die landen al die protocollen bij elkaar komen. Dat alle experts ook de kennis daar delen. Zodat we met elkaar in ieder geval zoveel mogelijk harde informatie hebben. Op welke basis we nou een keuze hebben gemaakt. Ja. Want je zou kunnen denken dat een patiënt met kanker een grotere kans heeft op COVID. Maar dat blijkt in de praktijk eigenlijk reuze mee te vallen. Maar je wil ze ook niet alle twee tegelijk hebben. Dus, nee. We proberen zoveel mogelijk van die protocollen vast te leggen, ook te delen. Ook in Nederland, door de beroepsverenigingen zijn er protocollen gemaakt. Dus er komt heel veel op gang. Maar er moet ook vooral nog heel veel onderzoek gedaan worden om gewoon eerlijke voorlichting te geven. En voortdurend die afweging te kunnen maken. Wat is nou erger? Even een behandeling on hold zetten en ondertussen veilig zijn. Of de behandeling doorzetten met een iets verhoogd risico dat je misschien, als je het hebt, daar problemen mee krijgt. Dat onderzoek dat gebeurt in Europees verband. U noemde net 7 landen, geloof ik, die met elkaar informatie delen. Zijn er niet ook best wel grote culturele verschillen als het gaat om medische, ethische zaken, zoals dit soort duivelse dilemma's? Ja, je ziet dat wij in Nederland natuurlijk toch een bijzondere cultuur hebben. Ook, we praten met onze patiënten eigenlijk altijd over welke keuzes worden er nou gemaakt. Hoe ver wil je gaan als patiënt? Welke afweging wil je maken? En op basis daarvan maak je samen een plan. Ja. Je ziet dat in landen als Italië en Duitsland ervan uitgegaan wordt dat je altijd maximaal behandeld wil worden. En is die discussie daarover een stuk minder. Dus er zitten hele grote culturele verschillen in. Dat maakt ook dat wij andersoortige wetgeving over euthanasie en dergelijke hebben. Maar dat wordt in dit soort tijden ook weer meer duidelijk. En welke dingen zijn dan wel, zaken die dus landen breed met elkaar kunnen worden afgesproken of met elkaar kunnen worden uitgewisseld? Nou, wat je ziet is dat social distancing een hele belangrijke is ook. En het grappige is, het bijzondere is dat kankerpatiënten eigenlijk social distancing een soort uitgevonden hebben. Als je vroeger chemotherapie had, dan bleef iedereen met een snotneus of een beetje ziek, die bleef uit je buurt, want je stelt dat je iemand. Dus eigenlijk zie je dat kankerpatiënten al van nature op die manier door hun omgeving beschermd worden. Dat is één voorbeeld. Maar er zijn talloze andere voorbeelden waarbij je eigenlijk zegt van nou, we doen nu mensen minder naar het ziekenhuis laten komen. We hebben videoconsulten, wat een grote stap is. Hè, want dokters zijn altijd gewend om 1-op-1 met iemand te praten. Hoe is dat? Ja, ik denk dat wel iets is wat we voor de toekomst mee gaan nemen. Ik ben oncoloog, ik wil graag iemand in de ogen kijken. Af en toe een arm om iemand heen slaan, de hand op handen leggen. Iets tekenen, iets doen. En dat stukje valt nu weg als je achter een camera zit. Dus ik denk dat we een balans moeten vinden. Overigens vinden ook heel veel mensen het best prettig dat ze niet helemaal naar het ziekenhuis hoeven komen. En dan horen ze een uitslag en dan zijn ze er best blij mee. Maar op een ander moment, als je een hele ingewikkeld gesprek hebt, dan is het wel fijn om met je familie. Is dat überhaupt mogelijk, zo'n slecht nieuwsgesprek op afstand? Op een fijne manier, zeg maar? Ik denk dat een slecht nieuwsgesprek op een fijne manier. Nee, op een manier zoals je dat als arts dan wil, laat ik het zo zeggen. Ik ben ietsje ouder, dus ik ben nog misschien wat traditioneel. Maar ik vind dit soort diepe emotionele gesprekken waar het gaat over leven en dood, vind ik, dat wil ik graag doen in de persoonlijkheid van een eigen omgeving en niet op een grote afstand. Ik denk dat iedereen op een gegeven moment na alle Zoom-vergaderingen op een gegeven moment ook wel verlangt naar iemand even te kunnen aanraken. Ja, maar dat heeft u dan afgelopen weken wel moeten doen, denk ik, of ja, niet? Maar dat is hopelijk ook een tijdelijkheid. Dus ik hoop ook oprecht dat we zo meteen weer snel over kunnen gaan naar de normale situatie. Maar we zullen zeker dingen leren van deze crisis die we ook in de zorg kunnen implementeren. Ja. Hoe vond jij als patiënt dat contact op afstand? Ja, ik ervaar het juist als heel fijn, omdat ik in een revalidatietraject ook nog zit in het Antonie van Leeuwenhoek. En dat viel ook weg. Dus dat ja,
dat vertrouwde gevoel wat je krijgt als je het AVL binnenloopt. En als je, ja, dat had ik niet meer. En ik heb dat nu wel nog kunnen krijgen door middel van ja, het videocontact met bijvoorbeeld ergotherapeut. Ja. En dat is echt, ja, voor mij is dat echt een uitkomst nu. En dat geeft me echt heel veel steun. Ja. Ja, dus ik ervaar dat als heel fijn. Ja. Ja. Wat is het algemene verhaal wat u hoort van vanuit uw organisatie over dat digitale contact? Nou, als ik kijk in onze peiling zie je dat ook terug. Je ziet ook wel dat mensen ook zeggen, ik mis eigenlijk toch de warme zorg die ik normaal kreeg van mijn artsen en van mijn verpleegkundigen. En op zich fijn dat het nu even op afstand kan, maar ik hoop niet dat het zo blijft. Dat lees ik, heb ik veel teruggelezen bij de antwoorden. Maar het kan wel zijn dat in de toekomst dat een mix gaat worden en meer. Hè? Zoals wat u zegt, beeldbellen en persoonlijk gesprek één op één, face-to-face. Dat zie je niet alleen bij de oncologie, de somatische zorg, maar ook bij de geestelijke gezondheidszorg bijvoorbeeld. En dat kan denk ik de zorg wel moderniseren en ook zorgen dat we minder wachtlijsten hebben. Gaat dat mensen niet. Gewoon sneller terecht afspraak, kunnen. Ja. Het is efficiënter, ja. Tijdsbesparing. Meneer Voest, ik wil ook nog even hebben over de bevolkingsonderzoeken. Want die zijn natuurlijk voor jullie heel belangrijk bij de opsporing van nieuwe kankergevallen. Die zijn nu stopgezet of die zijn zwaar verminderd. Ja. Waarom is dat eigenlijk? Nou, daar is een goede reden voor. Want we hebben op dit moment in Nederland best veel zorgen om de beschermingsmiddelen die er in ziekenhuizen gebruikt moeten worden. Dus elke vorm van ingreep die je eventjes kan afremmen om te zorgen dat op de plekken waar de beschermingsmiddelen nodig zijn, dat je daar dan die middelen voor inzet, dat is logisch. Wat je ziet in de afgelopen periode is dat het aantal diagnoses kanker gewoon behoorlijk naar beneden gegaan is. Ja. Dat komt door die bevolkingsonderzoeken die stopgezet zijn. Dat is wel een reservoir wat zometeen zich weer gaat oplossen. En het zorgt ervoor dat mensen misschien te laat erachter komen dat ze kanker hebben. Strikt genomen zou dat kunnen. En nou is het een paar weken wachten voor kanker. Kanker ontstaat ook niet van de ene dag op de andere. Er zit ook vaak een langere periode. Dus afhankelijk van hoe lang de crisis gaat duren, zoals het zich nu aan laat zien, kunnen we dat reservoir zometeen opvangen. En zal er heel hard gewerkt moeten worden in de oncologische zorg om die veelheid aan mensen op te vangen. Ja. Dus we zijn er nog lang niet als het gaat over hoe we onze schouders eronder moeten zetten. Maar als het heel lang gaat duren, dan hebben we echt wel een groter probleem. Meneer Blokhuis, gaat het snel weer opgestart worden, die bevolkingsonderzoeken? Ja, dat gesprek voeren we wel. En als het aan mij ligt, zeker. Dat is mijn verantwoordelijkheid, die bevolkingsonderzoeken naar darmkanker, borstkanker en baarmoederhalskanker. Ja. Daar zijn we in Nederland heel ver mee. En dat we het on hold moesten zetten vanwege corona, daar is volgens mij helemaal geen discussie over. Maar als het maar even kan, moeten we dat zo snel mogelijk weer opstarten. Inderdaad, om risico's te voorkomen dat mensen later, zeg maar, op de hoogte worden gesteld van een nare ziekte die ze onder de leden hebben en daarmee ook minder perspectief hebben. Ja, want hoeveel procent eigenlijk wordt vastgesteld via zo'n bevolkingsonderzoek van de diagnoses? Zijn er cijfers over? Ja, nou, er worden meer dan 100.000 diagnoses per jaar gesteld van kanker. En ik zou niet eens zeggen, maar ik denk dat dat een substantieel aantal is. Darmkanker is meestal wel heel effectief. Ik denk dat in orde van 20% zal zijn. Ja, ja. Dat is ook iets, wat neem ik aan, wat u zorgen baart dan? Ja, dat is natuurlijk ook onze oproep aan mensen die misschien al kanker hebben, maar ook de mensen die zich zorgen maken, die iets merken aan hun lichaam of vragen hebben. Ja, neem contact op met je huisarts. Die zorg gaat echt door. Dit vind ik wel een belangrijke. Kijk, die bevolkingsonderzoeken, daarbij wordt iedereen vanaf een bepaalde leeftijd opgeroepen. Maar als je je zorgen maakt, dan kan je altijd naar je huisarts gaan en zeggen, ik voel iets, dat klopt niet. En dan kan je wel onderzocht worden. Ja, dat specifiek dan, kan me voorstellen, als je vreemde dingen aan je borsten voelt, dat een vrij duidelijk signaal is. Ja. Maar wat is het dan voor darmkanker bijvoorbeeld? Bloed bij de ontlasting of opeens een hele andere stoelgang. Ja. Kijk, meestal is het bevolkingsonderzoek voor darmkanker hebben mensen vaak geen klachten. En wordt er in een ontlastingtest wordt er een minuscuul klein beetje bloed gevonden. En dat is dan dat je een scopie gaat krijgen. Maar als je echt klachten hebt, ga je eerder naar de dokter. Dus doe dat vooral. En denk niet dat het risico heel erg groot is als je het ziekenhuis binnenloopt dat je dan COVID krijgt. Nee, want dat is dus die zorg gaat gewoon door natuurlijk. Ja. Duidelijk oproep, dank jullie wel allemaal. We gaan naar een andere groep waar u zich zorgen over maakt, meneer Blokhuis. De kwetsbaarheid.